ik heb onlangs, nu bij januari, de resultaten gekregen van mijn banken, zal ik maar zeggen. En ja, de gelijke goesting om in je bed te gaan liggen met een zak ijs op je hoofd. Ik ben Patrick Lefever, ik ben net 64 jaar geworden. Ik ben van vorming boekhouder en sinds 1999 AW manager van de Quickstep ploeg onder verschillende benamingen. Ik ben Thomas Lefever, ik ben 22 jaar. Ik studeer momenteel in de cybersecurity. Ondanks dat hij nu nog studeert, is het goed dat hij de waarde van het geld leert kennen. Dat hij ook leert dat hij niet het geld moet oppotten, want het brengt toch niks op de bank voor het moment. Ik ben iemand die niet graag mijn eieren in één mand legt. Dus ik heb natuurlijk met de jaren heen een beetje ervaring. Ik zoek eerst naar een paar banken waar je vertrouwen in hebt, of in een bankier of in een bank. En dan gaat het over aandelen, obligaties. Vroeger nog rendementrekening, maar dat is om te huilen natuurlijk niet. En ook vastgoed. En dan hopen wij natuurlijk, ik spreek voor mij, maar ook een beetje zijn dan hopelijk, dat mijn investeringen in vastgoed een beter rendement gaan. Ik ken wel de steden een beetje aan Ypres, of sprak mij ook meestal inderdaad ook door het toerisme. Die sowieso gaat blijven. Ypres is een heel bekende stad buiten België, heel mooie stad. Eerst en vooral, ik heb de tijd er vandaag niet voor en ik ben trouwens een, absoluut geen techneut, dus ik kan het niet onderhouden. Als er een lampensprong is, weet ik zelfs niet dat ik ze moet vervangen. Stel dat er een probleem is, dat heb ik liever te laten beheren door mensen die de stil kennen, dus iedereen schoenmaker blijft bij geweest. Ze hebben mij goed bijgestaan bij de aankoop, er is veel uitleg over geweest. Dan ook hebben we het toch wel bezocht en de cijfers heb ik altijd bekeken zoals het moet zeker. Het is niet dat je plots zegt van hier is het en doe maar je ding of dat en dat en dat. Het is echt wel met een gefundeerd advies.